Goedemorgen, meneer Boudersen. Wat zijn uw verwachtingen vandaag? Well, alles correct verloopt natuurlijk. Alles zal in alle gevallen correct moeten verlopen. U had ook gevraagd dat er een onderhoud was met ex-president Boudersen. En ik denk dat dat op zaterdagavond was van 7 uur. S'avonds tot, ik denk 5 uur in de ochtend was dat. Het was op het paleis, samen met de president. En in ieder geval zouden we dan praten over de transitie, hoe dat was gelopen en nog te nemen stappen. Onlangs is er een gesprek geweest op het kabinet van de president. Is er ook over deze zaak gesproken? Nee. Ja, waarom? Omdat je een politie bent. Nou, waar heb je die ster verdiend? Welke opleiding? Nee, ik heb het gebruiken. En omdat we normale dingen vragen, dan regeert ze. Wie denkt ze wel dat ze is? Is dat land van haar? En u weet, ik heb nooit gepraat. Maar nu gaan ze te ver. Nu is het te ver. Want als we niet, dat is ons democratisch en we gaan blijven praten. Mijn man is daar. Ik mag niet eens langs gaan. Nooit gebeurd. En weet u wat ze me zeggen? Expliciet opdracht, de wederhelft mag niet gaan. Hoe kan dat? Het is toch dan duidelijk? Naar de inkondre. Respect, if I are. Als ik boos ben, word ik boos en ik ga niemand meer stoppen. Maar we kennen ik heb altijd niks nooit gezegd. Beleefd geweest. En we zijn ook nog beleefd. Want bij ons wordt het geleerd beleefd te zijn in onze partij. Ik weet niet hoe jullie weten, niet weten hoe het hoort. Bent u tevreden wat uw raadsman heeft kunnen zeggen vandaag? Oh jawel. Meer als tevreden zelf. Het is een lang verhaal, hè? Gaat kort met haar. Gaat erom dat de auditeur militair in strijd met de wet heeft. Daar gaat het om. Vandaag heeft de auditeur militair geantwoord op de excepties van de raadsman van de verdachte Boudersen. Er zijn twee excepties. Eén had betrekking op de vraag of de heer Boudersen op de juiste wijze gedagvaard is. En de tweede had betrekking op de stelling dat de krijgsraad niet bevoegd is, dus onbevoegd was, om de amnestiewet buiten toepassing te laten. Dus wat mij betreft kijk ik met belangstelling uit naar het antwoord, of sorry, het dupliek van de auditeur militair. De bedoeling is dat die over 2 weken gegeven wordt, schriftelijk. En dan mag op 26 februari mag dan de verdediging ook daarop nog een laatste keer reageren. Dus de volgende zitting is op 26 februari om 9 uur. En zal uw cliënt aanwezig moeten zijn? Hij is wel aangezegd in het geval dat. En de krijgsraad heeft eigenlijk, denk ik, met zoveel woorden die indicatie ook geven, door bij het einde van deze zitting weer, zoals elke keer gebeurd is, vorige keren ook, de heer Boudersen er uitdrukkelijk op te wijzen dat hij de volgende keer aanwezig dient te zijn en dat hij bij deze daartoe is aangezegd. Dus ik denk dat de krijgsraad de redenering heeft dat de aanwezigheid van de heer Boudersen bij elke zitting verplicht is. En ik denk dat die opvatting van de krijgsraad juist is. Meneer Boudersen, hoe was het voor u om daar vooraan voor de rechter te zitten? Nou, als rechter vereist de zaak dat je er moet komen. Zeker als het uitdrukkelijk gevraagd wordt, want normaal gesproken kun je je ook laten vertegenwoordigen worden door je raadsman. Dan verschijnen we. Hoe denkt u over een eventuele gevangenneming? Wie? Gevangenneming? Wel,
vraag het even aan, aan de tegenpartij. Wie denkt u? Ja, je expliciet wederhelft mag niet langs. Is gegeven de opdracht. Waar gaan we nu? Huis. Mevrouw Moudenberg, is die ruzie beslecht? Nee, kijk, niks is beslecht. Ja. Ik heb alleen maar gereageerd omdat ik vind we hebben een democratisch recht. Ja. Daar we mogen praten, we raken niemand aan. We vechten niet. Maar ze gaat geweld gebruiken. En daar ging het bij mij om. Hoe? Heeft u het misschien nog met de agenten besproken? Nee, ik heb het niet met haar besproken. Want natuurlijk, normaal zou ze bij me moeten komen en met me praten. Maar goed, we gaan weg. Oké, bedankt.